Ik sta hier bij de Cercis canadensis, oftewel de Amerikaanse Judasboom. En deze boom die valt echt op door zo'n zeer fraaie paarsroze bloei in het voorjaar. En die verschijnt altijd net voordat de blaadjes uitlopen. Je kunt zien dat hij aan het verbloeien is, omdat hier de nieuwe blaadjes aan het verschijnen zijn. Hij wordt ook heel vaak als meerstammige struik gekweekt. En hij kan zowel als boom en als struik ongeveer 6 tot 8 meter hoog worden en ook evenzo breed. Hij doet het goed op zandhoudende gronden, maar ook op kalkrijke gronden. En zijn wortels gaan ook erg heel diep de grond in. Hij is heel erg winterhard. Hij kan temperaturen doorstaan tot min 34 graden ongeveer. En het is een hele mooie sierlijke boom. Zowel in een park als in een kleinere tuin komt hij heel goed tot zijn recht. Cercis canadensis.